Op 30 juni is de open dag van de Kunstwerkplaats Arnhem. Ook de Beeldentuin is dan geopend. Wij gingen een kijkje nemen om te vragen wat ze nu eigenlijk doen hier. Wij zijn hier beeldhouwers op beeldhouwwerkplaatsen achter mij. En we wonen hier ook. En aan de andere kant achter jou zijn we een beetje een beeldentuin aan het maken. En een soort open podiumpje. Wat is er zo bijzonder aan die beeldentuin? Voor mij is het een bijzonder podium om te laten zien wat we hier zoal maken. En het is niet alleen de mensen van hier, we hebben ook gastkunstenaars die af en toe komen werken. Ja. En dat daar ruimte voor is en dat er ook een toegankelijke plek is voor het publiek om daar kennis van te nemen. Ja. Ik ben metaalbeeldhouwer. Ik ben op dit moment bezig met een project voor de Magrietschool in Wageningen. Ja. Dus in het kader van een duurzaamheidsproject. Mijn ideale school ben ik een waterfiets aan het maken die water kan pompen in de moestuin. Wow. Die ze daar hebben. En ik maak ook sculpturen van staal. Dan smeed ik, dan las ik. Ik zie niet alleen beelden in de tuin, maar ik zie ook een moestuin hier. Ja, leuk hè, dat niet alles stilstaat in het leven. Dat er ook wel dingen zijn die doorgroeien. Fantastisch, ook heel duurzaam. Ja, en we doen dit ook voor onszelf, om er zelf van te eten. En we proberen ook wat te verkopen voor het onderhoud van de tuin en van het terrein. Dus het gaat niet alleen om kunst? Nou, de kunst is om het wel voor elkaar te krijgen. Dat is niet eenvoudig hoor. We zitten hier voor het eerste jaar op deze grond. Veel stenen erin en ja, begin maar zou ik zeggen. En we zijn met z'n tweeën dan en daar ben ik wel blij mee. En hebben jullie altijd hier gezeten? Nee, wij komen van, het is het, november afgelopen jaar zijn we vanaf Schuitgraaf naar... op een marsdiep hier verhuisd met de hele club. En daarvoor zijn we al van denk 25, 27 jaar bezig van begonnen in het Koningsweg in Schaarsbergen. We wonen in een soort van, noem het de keten, barakken, woonwagensachtige dingen. Ja. En dat was al vanaf het Koningsweg, hadden we dat gekraakt. En daar woonden we ook al in. En dat is gewoon een goede manier om en het goedkoop te doen. Als kunstenaar ben je niet echt van een grote vetpad. Dus is dit een goede manier om het... goedkoop op te kunnen lossen. Ik zie dat er ook een hele tuin naar achter is. Ja, je moet het wel een beetje leuk maken voor jezelf. En we houden ook wel een beetje van groen en we planten allemaal planten en we hebben alles maar een beetje aangeplant hier. Heel stukken ingezaaid voor bijen, bloemrijk mengsel en alles. Dus we proberen het ook een beetje leuk te maken. En wat ik zeg, je kijkt uit op de werkplaatsen achterin en dan kan je zo met je werk en je wonen mooi combineren. Ja, 30 juni is een open dag in de beeldentuin. Doet u dan ook nog iets bijzonders met de moestuin? Nou, de bedoeling is dat we wat aan de kinderen uit gaan leggen die hier komen. Of aan de ouderen die er interesse in hebben om te weten van hoe en wat bloeit en groeit. En dat willen we dan uit gaan leggen. Ik zal trouwens ook hier in de werkplaats bezig zijn met de smidsvuur, denk ik. Mm-hmm. Dus dan geef ik wat demonstraties en kunnen mensen mij vragen stellen over het vak. En over de kunstenaarschap. Dus eigenlijk wonen, werken... Ja. Duurzaam zijn en kunst maken hier. Ja, inderdaad.